Theo, goedemorgen. Morgen, Harry. Ben je nog steeds dezelfde Theo? Nee. Ik moet je bekennen dat nee. Ik moet aan mezelf herpakken. Herpakken? Ik ben altijd nogal een eenkennig, solitair type geweest. En in de strafpraktijk kwam er dat goed uit, want dan maak je je toch niet geliefd. Dan ben je al gauw een duitenjager of een boevenknecht en kijkt men niet waarderend naar je op. Maar een van de eerste vragen die ik toen gisteren mijn verloofdsbrieven moest steken, daar keek ik echt van op hoor, waren een heleboel vragen gesteld. En nu al stelde men mij de vraag of ik in de toekomst in aanmerking wens te komen voor de koninklijke onderscheiding. Ik denk nou, dat vlot hè, qua aanzien. Dus ik zeg tegen die mevrouw, is dat niet een beetje voorbarig? Ik ben nog niet beëdigd, ik ben nog niet eens parlementslid. En ik moet me daar nog eens over bedenken hoor. Maar nu bij jou zit, denk ik dat er misschien ook een vraagje is. En dat heb ik nog niet ontdekt. Dat ik ook een faciliterende invloed kan uitoefenen ter begunstiging van bijvoorbeeld jij. Dus als jij ooit eens interesse hebt. Want ik zit nu in een positie dat er wel iets op je werk kan belanden. Nou, ik denk niet dat maar ik ben nu dus allemans vriend. Ja. Je hebt heel veel vrienden bijgekregen. Ja, ik wil je wat vertellen. Ik ben dus altijd solitair geweest en zoek het maar uit. Ik trok me nooit wat aan wat mensen van me vonden. Maar die houding, ik moet me herpakken. Want ik was gisteren in het gebouw van de Tweede Kamer om kennis te maken. Hè? Dan word je ingewijd in de rituelen. En iedere nieuw Kamerlid die krijgt een persoonlijk assistent. Die loopt met je mee. Heb je een assistent? Nou ja, die begeleidt mij. Het kan zijn dat ze me in de gaten houdt vanwege de AIVD. Ik weet het niet, maar ze presenteert zich heel soepel en aardig. Maar als je daar loopt, dan voel je je toch anders als advocaat. Want dan moet je vooruit, grijpt de rechters in hun nek. Maar nu betreed ik dat gebouw met een ruggensteun, een duw van wellicht tienduizenden mensen. Die allemaal op mij hebben gestemd. En ik moet je zeggen, dat maakte mij een tikkeltje aangedaan. Omdat je, als je dat gebouw betreedt, en je kan er een boel kritiek op hebben van buitenaf. Maar als je er één keer in komt, dan besef je wel dat ons democratisch proces door de eeuwen heen toch tot een climaxje heeft geleid. En dat is die sfeer die ik daar ontmoet. Zoals je daar wordt rondgeleid en ingewijd. En dat zijn eigenlijk eeuwenoude rituelen. Die zijn geformaliseerd op papiertjes die ik moet tekenen. Er is een geweldige historie mee aan verbonden. En de mensen die je begeleiden, die zijn zo verschrikkelijk aardig onbevangen om je op weg te helpen. En daar zijn ze op geselecteerd. Of ze doen het waardering voor hun eigen setting, dat kan ook. Maar ik had echt de indruk dat, zelfs al was ik van ja, zwaar fascistische snit of uiterst links, dat het voor die mensen niks had uitgemaakt. Je werd met warmte omringd als nieuw aankomend Kamerlid. En op dat moment voelde ik mij toch, nou ja, onderdeel eindelijk een keer van de samenleving, ja. Over fascistisch gesproken, er stond hier in de Algemeen Dagblad, ik vind het bijna fascistoïde en ik vind het eng. Wie? Anne Fleur Dekker. Die zegt dat over Thierry Baudet. Wie is Anne Fleur Dekker? Heeft hij een huishoudschooltje of zo? Anne Fleur? Of doet ze een breikursus? Nee, maar jullie zijn toch, daar staan jullie toch verder van, mag ik aannemen? Ja, ik ken dat hele mens niet en ik heb het stuk niet gelezen. Nee. Theo? Ik vind het bijna fascistoïde. Wat zo al. Oh, dat komt natuurlijk omdat wat Rutte gezegd heeft. Nu snap ik wat het. Wat heeft Rutte gezegd dan? Nou ja, Rutte, die Ik had me voorbereid op een vraag van jou, maar die komt niet. Hoe is dit nou allemaal zo gelopen? En dan had ik bedacht tijdens de wandeling naar de wc, weet je wat ik zeg? Ik zeg van, het is volbracht, Harry. Het is maar ik denk, nee, dat moet je niet doen, want dat is zo definitief en pontificaal of de klus geklaard is. Nee, ik denk, weet je wat ik zeg? Es ist erreicht, pats, boem, twee zetels in één keer. En dan ben ik een beetje in de stijl van Rutte aan het praten, want die verkoopt nu ook zijn praatjes voor de export. Rutte, die heeft een verkiezingsoverwinning behaald, vindt hij. Zijn coalitie ligt aan gruzelementen. Zelf heeft hij een bakstemmen verloren, zijn coalitiegenoot is failliet, mag ik het zo zeggen. En nu, pardoes, presenteert hij zich als een zegevierend veldheer, in Europees verband wel. Want hij heeft en dan kom ik aan een ander fleurtje, de verkeerde populisten buiten de deur gehouden. Ik denk, wie zijn dat nou weer? Vroeger was het Wilders, die was populist. Maar is er dan nu een slagvolk wat nog erger is?
En dat zal Anne Fleurtje bedacht hebben. Die denkt, oeh, Rutte ziet een nieuwe categorie. Wilders is het niet meer. Deze categorie is nog erger. Zullen wij wel wezen. Ja, is dat pas, zal Anne Fleurtje gedacht hebben. Het is toch pas het begin, mag ik aannemen. Want ja, maar je hebt nu twee... Rutte verkoopt zijn plaatjes voor de export. Want, maar jij doet het binnenland. Merkel, die heeft de hete adem van de AfD. En Hollande heeft de hete adem van Marie Le Pen. En hun tegenstanders noemen ze allebei populist. En nou gaat Rutte zijn verkiezingsnederlaag camoufleren door hier de veldheer uit te hangen die in Europees verband de populisten verslaat. Nou, dat geeft hem een mooi uitzicht op een mooi baantje. Maar wat hij doet, en dat is echt schandalig, hij schoffeert daarmee bijna 2 miljoen van zijn landgenoten. Die zet hij neer als, wat Anne Fleurtje denkt dat het zijn, fascisten. En Anne Fleurtje wordt al bang, want die vindt het eng. Nou, dankzij Rutte. Nou, Theo, ik neem aan dat je regelmatig ons komt, op de hoogte komt houden. Elke week lijkt me wat veel. Maar... Nou, ik heb nog iets. Mag ik iets aan jou melden? Ja. Heb ik nog even tijd? Er zijn nu deskundologen die dit patsboem, waar komt dit vandaan, 2 zetels, gaan verklaren aan de hand van allerlei de nieuwe media. Hè? Facebook-bombardementen, wat al niet. Maar dat zal wel zo wezen, maar wat ik heb gemerkt in de afgelopen maand... wij hebben heel klassiek campagne bedreven. Door wind, weer, regen, plassen, nattigheid... in de kleinste boerendorpen tot de grote steden... dag in, dag uit, met Thierry en ik en de andere kandidaat... de zalen in. In het pikken donker, ik denk, nou, door naar geestig landschap... dus je ziet niet zoveel, wat zal er in partycentrum zus of zo aan de hand zijn. Bomvol, bomvol, bomvol. En dat is klassiek campagne voor iedere avond opnieuw. En dan kun je die sociale media wel op loslaten... maar die vallen dan wel neer op een hele vruchtbare bodem. En daar heb jij aan bijgesteld. Nou, dankjewel. Jouw politieke instincten die zijn veel meer waard... dan de politieke deskundigheid van echte parlementaire journalisten. Theo, ik denk ook dat straks blijkt welke stemmenverdeling er is in jouw partij... dat jij meer stemmen hebt gekregen. Maar dat komt omdat jij... hebt meer stemmen gekregen dan je baas. Dat het zo over hebben. Maar jij bent een politiek visionair. Oké, Theo, dat vind ik allemaal prima. En daar krijg ik een cadeautje. Nee, ik heb toch? Een cadeautje voor je meegenomen. Want al die filmpjes die ik hier 5, 6 jaar bij elkaar heb gesprokkeld... die zijn allemaal op internet verschenen. En die hebben veel beweging teweeggebracht in de samenleving. Dus jouw politieke instincten zijn eigenlijk veel waardevoller voor de samenleving... dan vermeende parlementaire journalisten teweeg kunnen brengen. Theo. En daarom krijg jij een cadeautje. En voor de NRC-lezers, dit komt niet van Poetin. Dit komt ook niet uit de partijkas. Dit is een particulier initiatief. Hartelijk dank. Nou, Theo... Nou, tot slot, hè. Een lintje en een cadeautje. Nee, maar tot slot. Als nou straks blijkt dat jij meer stem hebt gekregen dan Baudet, wat ik voorspel... Ja. Geeft dat dan nog storing in de gezagsverhoudingen? Nou, we moeten daar eens ernstig over praten natuurlijk. En als dat gesprek niet naar wens verloopt... bestaat de kans dat de groep Hiddema voor zichzelf begint. Dat zou maar zo kunnen. Nee, maar dat meen je niet. Nee, dat zal nooit gebeuren. Nee, dat weet ik zeker. Ik ben uit solidariteit met hem... Ja. Dit opgestart. En mocht er iets gebeuren, dan zou ik nooit voor mezelf... Nou, Willem van Hanegem staat te popelen om jou nog even toe te spreken straks. We gaan nu aan tafel met jou goed vinden. Word ik daar vrolijk van als die man zijn chagrijn over mij heen gooit? Het gaat niet over Feyenoord. Oh. Ga mee? Ja. Marijke, jij hebt niet op Theo gestemd, hè? Nee, dat was Theo ook een klein beetje, maar hij kan het van mij wel hebben. Was daar door niet gecharmeerd van mij. Want hij zei, hoe kun je nou op Rutte stemmen als ik er ben? Wat vind je het, Theo? Kun je ermee leven, dit antwoord? Vandaag wel. Als het voor woensdag was gevallen, dit antwoord, dan was er enige... Ja. Willem, heb jij op Theo gestemd? Niet, maar je moet niet zeggen emotioneel. Nee. Dan heb je nog gestemd op Theo? Ik heb wel op je gestemd, ja. Ik voel mij zeer verbonden in het parlementaire werk met jou. Listig voetenwerk, goed gemutst en niet moe maken. Nee, dat laatste dan, zeker dat niet. Dat moet het worden. Nee. Zullen wij... Maar ik mis één ding. Nu dat hij gekozen is, hoort hier toch eigenlijk het eerste completje van het Wilhelmus bij, of niet? We gaan staan, jongens. Staan. Kom even staan. Dan gaan we toasten brengen aan Theo. Ja. Jezus.
Theo, kom. Nou ja, met voetballen doen ze het ook. Oh, ja. Ja. Ja, we gaan maar zitten, jongens. Dit is van grote maatschappelijke betekenis. Hoe voel je je nou, Theo? Wat gaat de wereld over? Ja, dat moet ik zeker weten. CNN, denk je? Dat regel jij wel allemaal. En voetbal inside, hoe heet dat ook weer? Ja, ja, voetbal inside. Dat komt er zeker in. Een column. Nee, kom je. Theo, we gaan lekker eten, want ik maak me toch een beetje... Ja, ik word hier echt onrustig van, hoor. Wat jullie allemaal met me doen. Dat is... Nou, gezondheid. Dankjewel, Harry. En veel succes in je parlementaire activiteit. Dankjewel, dank. Oké. Okay. U bedankt voor het kijken. Dit was het dan. En volgende week dan zijn we er uiteraard weer. En Theo, ik zal het Nederlandse volk bedanken. Dit is de camera. Moet jij nog... Ik dacht dat het tweede couplet nu moet jij nog. Kan. Moet jij nog wat zeggen tegen het Nederlandse volk? Nee. Dank. Ja, want Wiegel heeft je toestemming... Het weldenkend deel der natie. Zeer bedankt. Want Wiegel heeft toestemming gegeven. Vanaf nu mag jij ook in de camera kijken. Heb je Wiegel nou voor nodig? Die begint wel door te lijken trouwens. Bedankt, hè. Volgende week zijn we er weer.